Olly. Ze is echt heel boos op mij. Wie is je liefste zus? Ik heb het op camera, hè? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Het is vrijdagmiddag en ik ben lekker thuis. Ik ben echt extreem aan het genieten van thuis zijn. En ik ben mijn kast aan het leegruimen. Het is echt super chaotisch. Ik had het in de vorige vlog ook laten zien. Dit is echt allemaal bende waar ik doorheen aan het gaan ben. En ja, dat ga ik de komende uren even doen. En dan Ollietje halen. En ik ben alleen met Olly dit weekend. Good morning. Het is zaterdagochtend en ik ben net wakker. En Olivia ook. En die doet het of ze de wc aan het schoonmaken is. En haar potje. Dus dat ga ik eventjes weghalen. We gaan naar beneden. En we gaan ontbijten. En dan moet ik me snel gaan aankleden en omkleden. Want vandaag is onze pyjama party. Ik heb er echt heel veel zin in. Met Mo. En om iedereen te ontmoeten. Dus ik ga het zo allemaal filmen. Ik ben aangekomen in het Pulitzer. En ik ben heel benieuwd hoe alles eruit ziet. Meiden hebben alles klaargezet voor de party. Ik heb er echt super veel zin in. Dus ik ga het jullie laten zien. Dit is de entree. Met ballonnen. En hier kom je onze suite binnen. Oh, wauw. Hi. Kijk. Oh, zo leuk. Ook al die lichtjes. Zo'n mooie kamer, hè? Helemaal nu het zo mooi licht heeft. Love it. Very nice. Oh, lekker allemaal hapjes en drankjes. Hier ga ik meteen aan beginnen, of course. Oké, ik ben aangekomen in de ontvangstruimte. Het ziet er echt zo mooi uit. Kijk, hier is de shop. Hi, hier is hij. Oh, het ziet er echt super mooi uit. En daar staat Momo. Hi. En Momo is ziek. En iedereen had gedroomd dat Mo ziek was. Twee mensen hebben gedroomd dat ik ziek was. En eentje dat op het strand ging bevallen. En Matthijs had van de week gedroomd dat ik in de auto ging bevallen. Dat hij toen moest rijden en heeft natuurlijk geen rijbewijs. En toen ben ik op de achterbank bevallen. Oh my god. Het was zo mooi. Oh my god. Ah. En alles ging perfect en ik moest je helpen. Ik was zo zenuwachtig. Wie die zei, ja, ik had gedroomd dat je was bevallen. Zo, oh, dat is wel vroeg. Toen dat was wel een vroegertje, ja. Je wil niet eens een buik. Oh, I like that. Ja. De strandbaby vind ik wel echt leuk. Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Ik denk dat de strand ook een fijne plek is, omdat het daar zo zen is. Ja. Op zich. Moet je niet op Scheveningen liggen met allemaal de ijskar en de kibbeling. Nee, moet niet op Zwarte Pad leggen. Gewoon even, of in de duintjes. Ja. Ik wil het hebben. Ja, ik heb alleen maar een bad gelegen, maar dat doet iedereen. Wij zijn begonnen met de dag. En we zijn allemaal meiden komen per groepje, komen ze hier in deze kamer en gaan we foto's maken en gezellig kletsen. Ja. Zo leuk wordt deze foto. Ik heb allemaal zulke leuke cadeautjes gehad. Deze voor, tenminste, Olivia. Deze beer voor Olivia. Leuk truitje voor Olivia. Armbandjes, lief kaartje. Echt super lief. Oh, wij zijn thuis na de pyjama party. Bibi heeft echt super goed geholpen vandaag. Maar jullie die op de pyjama party zijn geweest, hebben Bibi allemaal gezien. En ja, we zijn thuis. En ik ben aan het koken. Monica voelde zich eigenlijk de hele dag al niet lekker. Dus echt super goed dat ze het helemaal heeft volgehouden. Die is naar huis. Die is lekker naar bed in. Die wilde ook niet meer eten of iets. Die was echt helemaal, helemaal kapot. Ja, hij is ook wel moe moet ik zeggen. Echt kapot. Van 10 tot... Hoe laat was je? Nee, was er dan 9 uur? Ja. En die meiden, hoe laat waren die er? Ja, dus het was een leuk dagje, maar het is toch altijd wel intensief. Ben jij kruiden op je kip? Ja. En frietjes hebben we, frietjes, kippetje en boontjes. Olly is ook lekker. Kippetje. Nee.
Olly is echt blij met haar cadeautjes die ze gekregen heeft van jullie. Echt super lief van iedereen. Nee, je blijft wel bij jou. Wow. Ja. Ben je boos op Bibi, Olivia? Is Bibi niet meer je beste vriendin? Mag ik één? Olly, wie is je liefste zus? Nee. Oh. Olly. Ze is echt heel boos op mij. Wie is je liefste zus? Ik heb het op camera, hè? Nee, wie is je liefste zus? Olivia. Dat ben ik toch? Je hebt toch maar één. Buck is een vriendinnetje van... Mama! Ja, is van mama. Mama is Egina Fors. Olivia, wie is je liefste zus? Papa. Is die van papa? Dat is van mama. Is ook van mama. Dat is Olly. En die is van Olly. Wij liggen in bed. En ik heb mijn make-up eraf gehaald. Oh nee, mijn oogmake-up ging er niet af. Ik ben zo moe. Ja, ik heb iets. Zo. Ik kan zeg maar het beeldscherm niet meer zien. Zo, moe ben ik. Ik zie wazig. Dat ga ik niet doen. Ik ben echt heel moe. Morgen is een hele leuke dag. Want morgen is de baby shower van Kay. En ik moest dat geheim houden omdat Kay niet meer geweest. En ik spreek je elke dag. Maar morgen is de big surprise. Morgenochtend ga ik zo een cadeautje halen. En ja, wordt echt leuk. Ik heb er echt zin in. En dan 's middags naar Jo, naar Hilversum, noemt zij. Naar de tweede verjaardag van baby Emma. En dan gaat de werkweek beginnen. Maar ik ga niet gewoon slapen. Twee slapen. Dus vlog afsluiten voor vandaag. Wat? Ik zeg, ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Gezellig. Oké, tot morgen. Good morning. It's Sunday morning. En ik ga zo Kater baby shower. En ik probeer me op te maken. Ik kan het echt even een epic film met mijn ogen. Maar ik denk dat ik het gefixt heb. Vandaag gebruik ik een andere mascara van, dit is zo'n klein mini, Charlotte Tilbury, de Full Fat Lashes. Oh, daar is Olivia. Olivia is Nijntje aan het kijken. En ja, ik ga even een foto ophalen, zo bij de Hema, voor in een boek van 4K. En ze heeft echt niks door. Ik heb vanochtend met haar gefacetimed. Toen ik met Olly aan het ontbijten was. En ja, het wordt echt een leuke verrassing. Dus ik stap zo op de fiets. En dan ga ik de kant op. Ik ben wel een beetje moe nog van gisteren. Maar goed. Dat komt goed. Ik heb er echt super veel zin in. Ik merk laatst tijd trouwens echt als ik weinig geslapen heb. Dat ik er veel moeier uitzie. Ik denk dat dat komt omdat ik gewoon echt oud word. Ik moet ook echt gewoon goed blijven smeren met dagcreme en zo. Ik gebruik ook geen oogcreme en zo. Dat moet ik echt gaan doen. Ik heb het wel, maar ik vergeet oogcreme gewoon elke dag. Ik doe wel dag en nachtcreme opsmeren. En ik probeer, ik moet echt van mezelf elke dag make-up eraf halen. Dus dat probeer ik nu wel echt te doen. Maar ik moet misschien ook vaker maskers en zo op gaan doen. En de dresscode voor de baby shower is licht. Oké, okay, je houdt niet van zwarte kleding. Dus iedereen gaat in het licht. Dus moet ik zo even iets uitkiezen. Alleen het regent wel buiten. Ga ik lekker in mijn witte pak door de regen. Misschien dat ik mijn haar wel zo laat vandaag. Alleen even netjes doen. Dus misschien ook wel een keer leuk. Wat vinden jullie? Ik ben aangekomen op de baby shower van Kay. Kay is er nog niet, maar alle meisjes zijn het echt super mooi aan het versieren. Echt niet normaal. Van Kay zou ik het ook pas mogen filmen als het af is, maar goed. Kay is er lekker niet. Nu mogen we. Nu mogen we. De taart is echt super mooi. Kijk. Mooi. Oh, het is echt mooi hoor. Ja, super mooi.
En de twee beste vriendinnen van Kay, die hebben een heel leuk boek gemaakt. Ik zal het even snel laten zien, want Kay, haar lievelingsboek vroeger was Raad eens hoeveel ik van je hou. En zij hebben dus een boek gemaakt voor het kindje eigenlijk, waar dan in staat Raad eens hoeveel tot een orbejoud. En dat heeft iedereen dus gedaan, zeg maar. Ik weet niet, ik zal niet iedereen's pagina laten zien, alleen die van mezelf. En daar hebben we dan allemaal leuke dingen in geschreven. Dus ik denk dat ze dat heel leuk gaat vinden. Ik ben weer thuis. Het was echt super leuk. Kay haar baby shower. Dus ik hoop dat ze een leuke dag gehad heeft. En ik heb dus de verrassing gefilmd. Die hebben jullie denk ik net gezien. En ik ben nu met Giraf. Ik ben nu met Olly. Die heeft van de moeder van Diego, de vriend van Kay. Hij is heel leuk, schat. En ze is er echt super blij mee. Allemaal blokken. Maar die blokken wonen tegelijkertijd. Die dieren wonen in de blokken. Olly, doe je benen eens naar voren. Benen naar voren. Nee. Jawel. En deze. Goed zo. Dus krijg je x-beentjes. Oeh. Krijg je blokken. Blokken. Good morning. Olly, mama is voor je het aan het maken. Mama is avocado voor je aan het maken. Avocado toastje. Wat komt er aan, lieverd? Het is maandagochtend en gisteren ben ik naar de verjaardag van baby Emma geweest en zijn we nog uit eten geweest, het was wel laat. En ja, ik ben best wel moe. Ik heb het Olly opgestaan, Sander slaapt nog en ik ga straks naar de lunch van Masha van André Lon in Mama Kelly. Dus dat is leuk, ik ben nog niet geweest. Het komt eraan, lieverd. It's coming. Nee. Jawel. Nee, mama gaat avocado toast voor jou maken. Het komt eraan. En onze oppas begint vandaag te slapen om 12 uur. Kijk, dit is de toast. Mama daar avocado op doen. Zo. En dan gaat Olly het opeten. Dat vind je toch lekker, avocado? Heb je zin in een, wil je een boterham met avocado? Nee, ik ga met jam. Wil je met jam? Maar dat mag niet. Ik krijg met avocado. Nee, dierenkussen. Ja. Oh ja, en kunnen we het even over het allerbelangrijkste nieuws hebben van de week? Niet het belangrijkste, maar Kylie Jenner is bevallen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze echt zwanger was. Jullie wel? Ik wil jullie mening hierover weten. Ik vind het wel echt heel vet hoe ze dat filmpje zo gemaakt heeft. En het gewoon echt een soort van verborgen heeft gehouden. Ik denk dat ze daardoor echt wel een fijne zwangerschap heeft gehad. Wat denk jij ervan om? Wat vind jij ervan dat Kylie Jenner is bevallen? En gisteren had ik met moeder over de naam. Monique dacht dat het kind February ging heten. Zo stom, we dachten het allebei. Oh nee, er zit avocado in je mouwtje. Zo. Mag ik een kus? Ja, nee. High five? High five? High five? High five? Kijk eens! Oké, guys, ik ga ook de vlog afsluiten van deze week. Volgens mij heb ik echt veel gevlogd. Die doen we klein. Ja.
Dus ik zie jullie zondag weer. Bedankt voor het kijken.